Deze job is voor mij heel erg belangrijk. Ik ben er nu bijna 30. Ik werkte tot nu toe mijn hele leven lang in een firma niet ver van Capelle. Een redelijk grote onderneming die zich voornamelijk bezighield met het aanbrengen van elektrische kabels. Onder de grond, maar dikwijls ook boven de grond en voornamelijk onderbetaald. Vandaar dat ik nu echt de hele nacht heb wakker gelegen, tot ik er gek van werd. Vanwege die ene noodlottige brief in die lange, bruine vensterenvelop. Ik kan dit niet langer verstoppen. Ik wil dit niet langer verkroppen. Ik kan dit dus echt niet meer aan. Ik weet niet meer waar te gaan staan. Heb ik verkeerd gedaan? Ik hecht aan onze vriendschap enorm veel belang. Dat jij mij verraden zou, maakt mij een beetje bang. Moet ik mij nu excuseren voor dat drama in de gang? Ik wil hier niet op reageren. Ik handelde onder dwang. Die brief die vertelt mij dat ik moet maken, dat ik mij morgen ten allerlaatste om 6 uur in de vroegte moet komen aanmelden. Met al mijn papieren en mijn rekeninguittreksels. En dat ik mij zelfs met een pasfoto zal moeten aanmelden. Aan de balie. Ik heb het er niet moeilijk mee om te begrijpen dat jij soms heel erg laat moet thuiskomen van het werk. En ook jouw dikwijls afwijkende gedrag, vooral tegenwoordig, ook daarover doe ik niet moeilijk. Maar ik heb toch altijd mijn best gedaan, ben iedere ochtend vroeger opgestaan. Hoe kan dit gebeuren? Dit gaat mij verscheuren. En waarom kom ik tegenwoordig nooit meer aan de beurt? Ik hecht aan onze vriendschap enorm veel belang. Dat jij mij verraden zou, maakt mij een beetje bang. Moet ik mij nu excuseren voor dat drama in de gang? Ik wil hier niet op reageren, ik handelde onder dwang. Ik hecht aan onze vriendschap enorm veel belang. Dat jij mij verraden zal, maakt mij een beetje bang. Moet ik mij nu excuseren voor dat drama in jouw huis? Ik wil hier niet op reageren, ik voelde mij een lui. Nee, ik hecht aan onze vriendschap enorm veel betekenis. Dat jij mij verraden zal, is erger dan wat er al bekeken is. Moet ik mij nu excuseren voor dat drama in de gang? Ik wil hier niet op reageren, ik handelde onder dwang.